Welkom, wat leuk dat je kijkt naar deze video waarin ik mijn 5 favoriete buikspieroefeningen met je ga delen. Het zijn oefeningen waar je geen crunches voor hoeft te doen. Hoewel deze heel effectief kunnen zijn, is het ook heel makkelijk om ze verkeerd uit te voeren, waarbij je dan vooral last krijgt van je nek of de verkeerde spieren aan het trainen bent of helemaal niks doet voor je buikspieren. En dat is natuurlijk zonde van alle moeite. Dus deze oefeningen hebben geen crunches in zich. Laten we beginnen met nummer 1. Daarvoor kom je op je rug liggen. Je handen zijn op de mat en je brengt je benen in tabletop. Nou, je begint hier al aan het werk aan je buikspieren als je ervoor zorgt dat je knieën recht boven het bekken zijn. De neiging ontstaat nu om een holle onderrug te maken. Dat willen we niet, dus daarvoor ga je je buikspieren al gebruiken. Je trekt je navel naar binnen, alsof je je navel in de mat wil duwen. En ook je ribbenkast trek je naar de mat. Dus eigenlijk denk je aan alles naar beneden. Het is alsof je je corset sluit, alsof je een strak corset om hebt. Hier kun je blijven. En op dit moment ben jij al aan je buikspieren aan het werken, dus dat is goed nieuws. Maar wij gaan nog een beetje verder. Wat we gaan doen is we gaan tapping toes doen. Deze oefening is ontzettend effectief, maar je moet hem wel goed uitvoeren. Dus let goed op de aanwijzingen. Je begint met je linkerbeen. Daarvan laat je de teen naar de mat zakken. Maar het is alsof je je been in het gips hebt zitten. Dus je been zelf beweegt niet behalve dat je scharniert in je heup. Ik moet nu ontzettend mijn buikspieren intrekken om niet die onderrug uit de mat te laten komen. Wat er veel gebeurt bij deze oefening is dat mensen zeggen: ah, teen naar de mat. Teen naar de mat. Nou, dan gebeurt er niet zoveel. Het is de bedoeling dat je been scharniert in je bekken en dat je hem echt met je navel, met je buikspieren weer terugtrekt omhoog. Dat doe je 5 keer links en dan doe je dat 5 keer rechts. Dus denk aan, mijn been zit in het gips. Ik kan helemaal niet bewegen in mijn knie. Dat gaat niet, het zit in het gips. 2. En 3. En 4. En 5. Dit herhaal je aan allebei de kanten nog 2 keer. Dus allebei de kanten nog 5 keer. Het kan je in je eigen tijd doen. Ik heb nog meer te laten zien. Mocht je nou denken, nou, dit is helemaal prima. Ik heb het helemaal onder controle. Ik hou goed mijn onderrug in de mat. Ik weet dat ik de oefening goed doe. Dus ik ben niet meteen naar de mat aan het sturen, maar ik ben echt mijn been van me af aan het bewegen. Dan kun je het met 2 benen tegelijk gaan doen. Dit wordt wel echt een stuk zwaarder. Dus wat je dan krijgt is benen met z'n tweetjes naar beneden en omhoog. Je hoeft niet helemaal met je tenen op de mat te komen. Kijk zelf hoe ver je kunt gaan zonder dat je je onderrug uit de mat laat komen. Dus navel goed intrekken en omhoog. En op. Laatste. Als je dat gedaan hebt, knieën naar de borst. En dan mag je lekker een beetje heen en weer rollen om je onderrug een beetje te masseren. Want hoewel je die natuurlijk heel goed beschermd hebt, kan het toch zijn dat je een klein beetje voelt dat je gewerkt hebt. Dus neem de tijd om dit lekker een beetje te masseren. Als je dat gedaan hebt, dan zet je je voeten weer op de mat en kom je rustig omhoog. Want dan gaan we naar nummer 2. Voor nummer 2 kom je zitten. Rechtop in eerste instantie. En hou je goed de achterkant van je knieën vast. En daarmee trek je jezelf mooi recht omhoog. Dan ga je vanaf hier je onderrug rondmaken. Je trekt je navel in en je rolt een klein stukje naar achter.
Dus je voelt dat je een C maakt van je rug. Je navel is goed in. Dan breng je je rechterbeen omhoog in tabletop en dan ook je linkerbeen. Nu ben je aan het balanceren en je armen strek je naast je benen uit. Nou, deze oefening is al ontzettend goed voor je buikspieren. Je voelt nu dat je goed je navel moet intrekken. Je bent je balans aan het bewaren. En dan kun je hier voor 1, 2, 3, 4, 5 tellen blijven zitten. En dan kom je terug. Dan kom je weer rechtop zitten. Doe je hetzelfde. Nog een keer. Dit kun je herhalen 2 à 3 keer. We gaan een stapje verder. Hetzelfde, je rolt naar achter. Rechterbeen omhoog, linkerbeen omhoog. Goed, je voelt echt dat je buikspieren hier aan het werk zijn. En dan kun je zeggen, ik ga mijn rechterbeen uitstrekken en terug. En ik ga mijn linkerbeen uitstrekken en terug. Rechts. En links. Het hoeft helemaal niet perfect. Het gaat erom dat je in beweging bent, terwijl jij je buikspieren inhoudt en in deze balans blijft. En laten we zeggen, als je dat aan allebei de kanten 5 keer hebt gedaan, kom je weer terug omhoog. En dan strek je jezelf weer op. Nou, je voelt nu al dat die buikspieren behoorlijk aan het werk zijn. Je kunt hier op veel manieren op variëren. Je kunt ook beide benen op hetzelfde moment gaan uitstrekken. Benen komen omhoog, armen zijn langs je benen. En dan strek je beide benen uit en weer terug. En dan strek je beide benen uit en weer terug. En beide benen. En weer terug. En dan rol je weer omhoog. Nou, deze oefening biedt voldoende uitdaging voor je buikspieren. Dus kijk zelf hoe je hem stap voor stap wilt opbouwen. De eerste variatie is al perfect. Dan gaan we vanaf hier naar de derde. Je komt hiervoor op je mat liggen en dan breng je je knieën, die buig je, en je voeten die breng je naar je billen toe. Je brengt ze zoveel mogelijk naar je billen toe. Buik is in. Hier trek je je navel een klein beetje in. Schouders zijn breed, dus probeer je schouders echt te openen op de mat. Je ademt in. Op een uitademing rol je omhoog met hoofd en schouders en kijk je tussen je benen door. Je trekt je navel nog een stukje verder in. En nou is het alsof er iemand aan je handen trekt, alsof iemand je naar voren trekt aan je vingers. Dit is al een hele goede oefening voor je buikspieren, maar wij gaan een beetje verder. We gaan aan de schuine buikspieren werken. Het enige wat je hier hoeft te doen is het gevoel te hebben dat iemand hier nog wat verder aan je linkerhand trekt. En dan kom je weer terug naar het midden. En iemand trekt je aan je linkerhand en terug naar het midden. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. En links. En rechts. En je houdt je navel in. En links. En rechts. En links. En laatste twee. En links. En links. En rechts. En dan leg je je weer neer op de mat. Ik zou dit nog 2 keer, 10 keer aan allebei de kanten herhalen. En dan voel je absoluut dat je je schuine buikspieren hebt gebruikt, maar ook de buikspieren hier aan de voorkant. Vanaf hier mag je je benen strekken. En dan gaan we naar nummer 4. Je armen komen langs je oren naar achter. Je maakt jezelf helemaal lang, maar je brengt je ribbenkast op de mat. Trekt je navel in. Je ademt in op een uitademing. Komen je armen naar het plafond. Je lift je hoofd van de mat en dan ga je je afrollen. Werveltje voor werveltje rol je jezelf van de mat af. Helemaal door naar voren. En dan stapel je jezelf op, zodat je rechtop zit. En dan kantel je je bekken. En dan ga je jezelf wervel voor wervel weer neerleggen. En dan rol je weer helemaal plat op de mat. Adem in, uitademen. Pel jezelf van de mat, trek je navel in en dan rol je omhoog. En het is alsof iemand je aan je navel naar achter trekt en jij rolt naar voren. En dan stapel je jezelf weer rechtop.
Kom je nou niet omhoog als je dit aan het doen bent, omdat je dit net aan het oefenen bent, dan help je jezelf. Dus als we afrollen, armen langs je oren, inademen, uitademen, dan trek je één knie in en dan help je jezelf omhoog. Maar probeer wel te blijven werken in die buikspieren. En dan rol je helemaal door en dan strek je jezelf weer op. Dus je kunt jezelf absoluut een klein beetje helpen bij het oprollen. Probeer dit op een gegeven moment wel weer los te laten en dat dan dus zonder hulp te doen. Dit was nummer 4. Dan gaan we nu naar nummer 5. Voor nummer 5 kom je op handen en knieën. Krul je je tenen om en kom je in een downward facing dog. Belangrijk hier is dat je je bekken goed naar het plafond brengt. Daarvoor mag je je knieën echt wel een beetje buigen. Je hoeft niet je benen helemaal gestrekt te hebben. Ik wil vooral dat je een lange rug maakt. Dan gaan we op een inademing het rechterbeen omhoog brengen. En op een uitademing breng je je knie naar je neus en je gewicht naar voren. En dan kom je weer terug. Been komt weer omhoog. Dan breng je je knie naar je linker elleboog. Linker elleboog, gewicht naar voren. Terug omhoog. En je voelt hem al aankomen. Nu komt de elleboog of de knie naar de rechter elleboog. En terug. Dan zet je je voet neer. En dan doen we dat aan de andere kant. Linkerbeen komt omhoog. Eerst naar het midden. Knie trek je naar je neus eigenlijk. En terug. Dan breng je je knie naar je rechter elleboog. Twist naar rechts. En terug. En dan breng je je knie naar je linker elleboog. En terug. Dan zet je je voet neer. En dan doen we dat nog een keer met rechts. Been komt op. Door het midden. Maak je rond. Dus je mag je rug echt een beetje rond maken. Neus naar je knie. En omhoog. En dan gaan we naar links. Twist. En terug. En naar rechts. Goed zo. En terug. En dan zet je je voet neer. Andere kant. Been gaat op. Door het midden. En omhoog. En twist naar rechts. En omhoog. En naar links. Schouders bij de oren vandaan houden. En dan zet je je been weer neer. Knieën op de mat. Child's pose. Nou, deze laatste oefening kun je in principe zo vaak herhalen als je wilt. We hebben hem nu 2 keer aan beide kanten gedaan. Ik zou zeggen, ga naar maximaal 4 keer aan beide kanten. Dan ben je al heel goed bezig. En zeker als je al deze oefeningen achter elkaar doet, heb je een hele mooie workout voor je buikspieren gehad. Er zijn er nog veel meer, dus ik ga zeker nog een tweede serie maken over de buikspieren. Dus die komen eraan. Ik hoop dat je er wat aan had en ik zie je graag een volgende keer weer terug. Dankjewel.